periodeonderwijs is in de vrije school een essentieel gegeven. Kinderen gaan 3-4 weken lang, 's ochtends vroeg van 9:15 tot ongeveer 10:00, worden ze ondergedompeld in één vak. Dat kan geschiedenis zijn, dat kan meetkunde zijn, wiskunde, Nederlands. En iedere ochtend komen de kinderen op school en weten, oh ja, we zijn 3-4 weken lang nu met één vak bezig. Kinderen ervaren dat als fijn, want ze weten heel goed wat hun te wachten staat. En eigenlijk kan je zeggen, het periodeonderwijs zorgt ervoor dat je het enthousiasme van kinderen optimaal oproept. Want ze storten zich ergens in. Je vertelt als leerkracht over de industriële revolutie. En 3-4 weken lang ben je daarmee bezig. En dat je iedere dag met hetzelfde onderwerp bezig bent en dat uitbreidt, dat zorgt ervoor dat die kinderen zich echt kunnen verbinden met dat onderwerp.